vandaag heb ik een tweede date met... Hallo. Hey. Sarah. Hem ken je nog van seizoen 1, waar hij vertelde over puppyplay. Wij gingen ook regelmatig naar een fetishclub in Antwerpen. En toen kwam ik daar binnengelopen en toen zag ik al die puppy's zo samen in zo'n speelplek, zo'n hekje eromheen. Dat zag er echt helemaal geweldig uit en superleuk. Oh ja. En ik dacht van, oh, dat is ook mijn ding. Toen mocht ik van iemand een masker aan en toen was ik al helemaal verkocht. Puppyplay. Puppy of pupspel is een rollenspelgedrag waarbij volwassen mensen de kenmerken van honden overnemen. Het is moeilijk omdat het een beetje een mentaal iets is. Ten eerste moet je jezelf comfortabel voelen met het feit dat je op de grond gaat zitten en blaffen. Ik heb gewoon, als ik dit zie liggen, dat ik denk, wat moet ik hiermee? Zeg maar in blokletters. Zullen we beginnen met een blafje? Dat ik een blaf of dat jij een blaf? Jij eerst. Oké, wat heb je voor me in petto vandaag? Wij gaan naar een puppy meeting of een puppy playdate, om het dan zo te noemen. Ja. Dus dan ga je een hele hoop pups zien en dan ga je zelf ook meedoen. Gewoon echt spelen? Echt spelen. Het zijn er zoveel! Oh, het zit gewoon helemaal vol. Dus dan zit ik gewoon straks echt een soort van op mijn knietjes gewoon met een bot of zo te spelen. Ja, dat kan. Of aan iemands kontje te ruiken ook. Dat doen honden. Ja, maar dan moet je wel mee opletten. Want dan consent. Je... Ja, dat ga je niet les 1. Dat blijft wel belangrijk. Je gaat dat soort dingen niet zomaar doen, zeg maar. Daar moet natuurlijk wel voor inkomen in dat spelen. Ja, dat is wel een bepaald ding, omdat het natuurlijk een rollenspel is. Dat is een bepaalde headspace die je aanneemt, zoals we dat noemen. Het is echt het proberen in de rol te kruipen, je een beetje te laten gaan, gewoon je te gedragen als een hond. Oké, maar het begint natuurlijk gewoon met de uiterlijke vorm. Ja, mijn advies is altijd voor mensen die net beginnen. Het enige wat je echt minimaal nodig hebt, is bescherming voor je knieën en voor je handen. Nou, leuk! Oké, laten we gaan shoppen. Voor je knieën? Sowieso een halsband. En wat nog meer? De handschoenen is ook een goeie. Oh ja. Maar je doet dus dit door je vingers? Ja. Oh, dan heb je dit zo op de grond. Oh ja, dit is al chill. Dit is mijn eerste zitje. Nou, deze handschoenen zijn top. Ja. En dan dus de staart. Ja, en die hebben we hier. Oh ja. Dit is gewoon een buttplug. Ja. Zou jij dit in je reet kunnen stoppen? Even serieus? Misschien. Nee. Ik zou helemaal uit elkaar scheuren. Dan moet je rustig opbouwen. Oh, nee, dat kan ik niet aan. Maar ik kan me wel snappen dat als je dan dit, nou of niet dit, maar als je gewoon dit in je kont hebt zitten en je bent lekker aan het kwispelen, dat het ook een beetje over je G-spot kietelt, dat je er wel een beetje geilig van wordt. Wat voor playdate is het? Nee, de playdate wat we gaan doen is vrij sociaal en vrij speels. Dus seksueel wordt het niet. Het heeft natuurlijk zijn gronden in fetish, dus dat is gewoon seksueel. Maar dat is ook weer voor iedereen hun keus. Ik hou zelf... Het vooral gescheiden, voor mij is pupplay een heel sociaal iets. Ja. Voor mij is echt voor mijn vrienden rondhangen en spelen. En het seksuele is voor mij er langs. Maar als het seksueel wordt, dan doe je het natuurlijk op zijn... Handjes. Dat is wel mijn favoriet standje. Ja, duh. Oké, ik denk wel dat ik voor een... Ze hebben geen witte staart. Maar kijk, hier is ook bijvoorbeeld een lekkere dikke staart. Een hele brede, ja. Oké, de hele gear is nu binnen. Dus dan is het nu nog aan de headspace. Ja, en de lol. Toch? Zeker. Oh. Oh, hier, dit is het speelgedeelte. Ja. Hier binnen is een café. Daar zitten al een paar pups nog lekker aan de bar te drinken. Ja. Maar wij kunnen dus hier gewoon even rustig in de headspace komen. Ja, je kunt er even rustig opbouwen. Ja, want ik moet ook wel even oefenen. Gewoon. Ja. Oké, dus zullen we onze outfit aan doen? Oh, maar jij hebt ook wel veel meer spullen. Ik heb iets meer. Ik heb meer een buttplug harness, zoals ze dat noemen. Maar dan heb ik dan die showtail erin gedaan. Oh, dus dan zit ik op de goede plek om met me te kwispelen. Ja, oh ja. En ik heb verder ook mijn harness. Oh, kijk eens, ja. Nou, nu komt dan het moment van mijn eerste pup-toevoeging. En dat is de staart. Een essentieel onderdeel, denk ik,
Okay, ik ga hem gewoon eerst even vastzetten. En dan even een potje kwispelen voor het eerst van mijn leven en kijken hoe dat voelt. Ja, het voelt alsof ik aan het helikopteren ben, maar dan aan de achterkant. Je moet iets meer werk doen met je heupen dan ik. Ja, jij hebt hele losse heupen, ja. Oh ja, maar het voelt wel lekker. Ja, toch? Ja, en het voelt wel heel hons, inderdaad. Ja. Oh, kan je lekker aan elkaar. Oké. We zijn aan het opwarmen. Maar ik ben wel heel blij dat we nu even eerst hier zo met steetjes kunnen oefenen. Ja. Dat heb ik echt nodig. Het is natuurlijk wel de bedoeling straks dat wij gaan mengen met die andere pups. En ik zit nog echt totaal niet in die headspace. Maar het begint wel met de spulletjes al een beetje te komen. Doe me lekker strak. Kan ik echt voel dat ik... Kan hij nog strakker? Ik denk niet dat hij nog strakker kan dan dit. Nee, dit is nog goed hoor. Oké. Hij zit goed strak. Ja. Moet ik nou de hele tijd alles op vier poten doen? Of mag ik ook praten als ik een hondje ben? Nou ja, voor het algemeen, als je op een speelveld bezig bent, ben je niet echt aan het praten. Aan het praten, dan ben je echt aan het spelen, ja. Oké, okay. En wat is de volgende stap? Ik denk blaffen dan. Pff, ik zit ook te denken, wat voor blaffen heb je überhaupt? Je hebt natuurlijk... Ja, het is of hoog of laag. Hoe doe jij hem? Nou, dat klinkt alsof je niest. Zoiets. Oké, ja. Ja. Oké, dus die hebben we. Het volgende is meer, ja, hoe speel je eigenlijk? Ja, ik denk dat ik dat de moeilijkste vraag vind. Van hoe doe je die interactie? Ja. Dus slaan, wegdoen. Ja, een beetje mappen er tegen. Nou, elkaar mappen. Ik heb gewoon, als ik dit zie liggen, dat ik denk... Wat moet ik hiermee? Zeg maar in blokletters. En dat gewoon... ja, hoe kom jij zeg maar in zo'n zone dat je dan gewoon zo een beetje al... Zo zit te doen. Ik heb dat eigenlijk al een beetje bij het piepen zelf. Dan begint het al. Oh ja, dan begint het al helemaal te kriebelen bij je. Ik vind het wel een leuk piepje, maar... Dan niet. Ja, dus dat is gewoon het loslaten. Dat je denkt, ja, en dan zo. Het is vooral het loslaten ervan. Ja. Maar dat klinkt natuurlijk ook veel makkelijker dan dat het is. Maar waar denk je aan als je dan met zo'n speeltje zit te spelen? Aan niks. Dat is het hem juist. Ik denk helemaal nergens aan. Ik ga meer op instinct af. Wat ik op dat moment voel, ja, dat ga ik doen. Ik sluit mezelf eigenlijk af van gedachtes vooral. Maar misschien is het een goed begin als wij gewoon even een kleine speelsessie met z'n tweetjes houden, toch? Ja, dan denk ik dat het wel tijd is om met masker te beginnen. Ja, dat denk ik ook. Ook. Ja. Ja, jeetje. Oh, ik schaam me zo. Ja, dat moet ik gewoon loslaten ook. Baf. Zo, hartstikke idee. Ik wil ook dit doen, maar ik ben geen aan. Oké. Ga je gang. Oh, zit het strak. Sorry, wat heel laat. Oh, jij bent ook zo snel. Auw. Oh, wacht, het is natuurlijk helemaal niet goed als ik grom. Huh? Wacht, even een overlegje. Dat is heel agressief als een hond dat doet. Grom jij wel eens? Ja. Wel? Oké. Okay. Ik vond wel dat we er lekker in zaten, toch? Ja. Voelt het ook voor jou goed? Ja. Ja, vond de stoel ook wel leuk? Ja. Ja. Oh, maar mijn knieën. Dit is ook een kant van het puppy zijn. Het is gewoon, je hebt ook met een rust. Lijst te maken. Ja. Rust is ook belangrijk. Oh, maar ik vond de stoel wel lekker. Maar het is echt een hele workout. Ja, toch? Oh. Zo, anders aan de sportclub. Oké, maar deze fase ging goed, toch? Ja, ik deed het best lekker. Je kwam er best lekker in. Oké. Okay. Dus ik denk dat je misschien wel klaar bent om er nog een hele hoop andere bij te krijgen. Hier? Ja. Ja, oké. Okay. En dan gewoon echt spelen. En dan gewoon echt lekker losgaan. Ja. Oké, okay, dan ga ik wel eerst even plassen, goed? Ja. Oké. Okay. Rust jou nog even uit. Haal die andere pups erbij. Tot zo. Komt helemaal goed. Hey, man.
hoe is het? Nou, we zijn los hoor met de date. Jeetje mina. Ja, het, zeg maar, het zijn van een hondje, dat vind ik wel een ding. Ik vind het gewoon zo moeilijk om dat los te laten, zeg maar. Om gewoon helemaal in die headspace te komen. En ik schaam me gewoon zo tijdens dat spelen, weet je wel. En moet je ook blaffen? Ja, ik moet ook blaffen, ja. Wil je mijn blaf horen? Ja. Wat? Ja, nou. Klinkt goed, toch? Superleuk, joh. Ja. Maar het is in ieder geval echt een superleuke date. En het is gewoon heel erg leuk om een keer zo te proberen, toch? Oké, nou, ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ga weer zo terug, maar ik laat het je wel even weten als ik thuis ben. Goed? Ja, oké. Oké. Zie je dan, hè? Yes. Doei, mams. Doei. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Oké, dan wordt hier echt al flink gespeeld. En ja, oh, ik moet wel even aarden. Het idee is nu dat ik hier straks even tussen ga zitten en dat we even lekker gaan spelen. Het zijn er zoveel. Oh, het zit gewoon helemaal vol. Oké, maar we gaan het gewoon even doen. Ik zit wel op het moment even uit te stellen nog, voel ik. Ik ga eerst nog ook eerst even kijken, gewoon, zonder dat ik het ben. Ja. Ja, oh, ze willen ook echt dat ik kom spelen gewoon. Oké. Okay. We gaan ervoor. Oké. Wat een idee! Oh, jeetje, wat een bedoeling dit. Oh ja, dit is intiem. Oké. Even eruit. Wow, dit is een hele experience. Ik moet zeggen dat er heel veel op me afkwam. Je kan ook bijna niet anders dat als je hierin zit, dat je in die geest komt. Omdat ook om je heen zitten mensen zo erg maximaal in die headspace. Dus dat helpt wel heel erg. Dan voel je je ook gewoon een puppy. Als de rest het ook doet, dan word je het vanzelf. Ja, het is ook wel eens lekker om even niet aan alle ellende van de wereld te denken. Maar gewoon lekker te spelen hier en met een bot te kluiven. En, nou ja, net lag ik ook zo in het midden. Toen ging iedereen over mijn buik aaien. Dat is natuurlijk wel lekker. Maar wow, echt prikkels to the max. Dat wel. Oh, hey. Oh, vertel eens even, hoe vond je dat het is gegaan? Ik vond het lekker gaan. Ja? Ik ben echt in één keer helemaal meegeslucht. Ja, nou, vanaf het begin gelijk. Ja, ik dacht al, gaat dat maar goed. Maar wat is het, denk je dat ik een goede pup ben? Ik denk dat je lekker meedeed met iedereen, dus dat ging wel lekker. Maar ik voelde ook vooral echt alle liefde, zeg maar, van iedereen. En hoe geduldig iedereen was ook. En echt zo bij mij aan het meten waren van, vind je dit leuk en kan ik dit bij je doen? Ja, dat vind ik zelf ook het leukste eraan. Ja. Gewoon dat iedereen zo lekker makkelijk is, zo heel leuk en heel lief. Ja, echt onwijs bedankt voor deze ervaring en deze dag. Graag gedaan. En ik heb mijn workout ook weer gehad. Ja. Heel bedankt daarvoor. Ik heb daarvoor. Er even vooruit. Nou, ga jij nog even spelen? Ja, ik denk het wel. Fetch! Oké, de date zit erop voor mij. Ik vond het echt een hele intense ervaring. Dat had ik echt niet zo verwacht. Maar ik werd echt overmand eigenlijk door alle liefde en positiviteit en chillheid. En gewoon
ja, ook gewoon de onschuld die er eigenlijk in zit. Dat mensen zich zo vrij voelen. Ik vond het op een gegeven moment vond ik het wel echt heel spannend. Want ik zat daar en toen dacht ik, oh my god, al mijn communicatie is weg. Wat doe ik als ik iets niet prettig vind? En, dus daar moest ik echt aan wennen, maar het was mijn eerste keer. En ik denk als ik nog wat meer train, dat ik dan wel echt een goede pup zou kunnen zijn. Maar Sada, bel me nog eens voor een volgende date. Maar dan zal ik wel eens een keer een baasje willen zijn.